kan bezingen. Een onbegrepen held, hij heeft geen rang of stamboom. En nog minder heeft hij geld. Die man is mijn vader, kijk mij maar eens goed aan. Dat is het zoontje van onze vuilnisman. Oh, mijn vader is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Zo kwam er een oude juffer en Holland achterop. Nou, vergeet je mij, kan ik er nog bij? Ja, spring maar achterop. Heeft mijn pa nooit bekoord. Hij wenst je heil en zegen, gewoon omdat het zo hoort. Maar als je hem geen fooi geeft, vergeet hij zijn beroep. Wat een ander gaf voor de vuilniskar, vind jij dan op de stoep? Want mijn vader is een mooie vuilnisman. Hij pakt altijd van alles, behalve vuilnisman. Kijk nou eens, van wie is die jurk die hier op de vuilnisbak ligt? Van u, mevrouw? Ja. Nou, weer de goud in de zand trekken. Je mag zo niet in de zaal zitten. Zijn er nog mensen die een groter vuilnisvat willen hebben? Ja, u! Ha, de bodem eruit trappen! Mijn naam is Johan van Beek. Ik ben geboren op het Vaticaan. Dat is een klein stukje binnen te gaan in de Klapijstraat. Tussen Bakker Snelders en groentewinkel Lonen en Nico Dado. Dat is de ingang. En ik kwam hier op Vaticaan. Wij woonden hier op nummer 26. En daar ben ik dus geboren. Mijn broer Deo, die was er al, die is in Waspik geboren. Mijn vader, die is dus hier achterin naar eerst in de bouw gewerkt hebben en de schroothandel begonnen. Die zette dus dit hier. Gewoon op eigen beweging aan, bouwden er enkele schuren om aanvankelijk een moestuin te maken. Maar ja goed, dat is dus anders uitgepakt. Mijn vader deed liever handelen als tuinier. En kijk, wij zijn dus hier opgegroeid. Hier, de naam Vaticaan is ontstaan door een bakker die hier gewoond heeft, die heette De Jong. En die ging altijd een biertje drinken in het Café De Beurs. En dan dronk hij zijn biertje uit hetzelfde glas en dat noemden ze een paus. En omdat hij dus altijd, als je dus naar het café ging, en zei hij, hey, dan komt hij de pauze aan. En zo is dus de binnenterrein, is de naam ontstaan Vaticaan. Want ja, want de pauze moet dus ook het Vaticaan natuurlijk, hè. Ja. En ja goed, het is ook maar in de tijd bestek geweest van dat het Vaticaan was van de 25 jaar. Daarna is dat eigenlijk nooit meer geweest natuurlijk, hè. Nee. Dus zo ging dat. Dit was Nico Dado. Dit was de familie Lonen. Dit waren twee nummers, hè. Vergisten wij niet, hè. Dit hier waren de familie Lonen en die liepen helemaal tot achter. En dit was allemaal van de familie Lonen met de groenten. Dit. En dan had ik hier dus Kappersnelders zitten. Ja. Yes, dat was Kappersnelders. En die had een grote tuin en die achterste stuk, dit achterste stukje, daar woonde de familie Baker. Kijk, en die ging later verhuizen naar de Klapijstraat, waar nou het labyrinth is, zeg maar. Ja, dat is tegenover, zeg maar. Ja, dat was, even, dat was allemaal terrein hier zo, dit was allemaal open. Dat was van de familie Rijntjes, zeg maar, van de Keiweg. En mijn vader die ging dat dus afzetten hier zo. En, gewoon uit eigen beweging. En Jan Schrijns kwam wel eens kijken wat er allemaal gebeurde. En die vroeg aan mijn vader weg hadden doen voor Beek. Dus pa zegt, ja, ik ga er dan een moestuin en een tuinier. Dus ik ga er een moestuin van maken. Ja. Oh, dat vind ik een goed idee, zei hij. Ja. Dus een week of vijf, zes later kwam hij. En ja, het lag knetterend met het huizen. En Jan zei tegen vader, de kolen groeien goed van Beek. Maar was hij geen eigendom? Nee, hier was geen eigendom, dit ook niet. Dat was de huur dat wij voor vier. Ja, 4 euro in de week. Of 4 gulden in de week. 4 gulden in de week. Ja. Ja. Hier woonde de familie Roelen. Dan kregen de familie Aerts. Dan kregen de familie Van Moog. De familie Goorsen. De familie Van Beek. En de familie Smits.
En een dochter van, familie, van de familie Smets, die woonde hier in die bus, een dochter. En die was getrouwd met Chris Willemen. En die woonden in de bus. Nou, en die zijn er, kijk, en die gingen al weg. Toen was ik nog maar 5 jaar, hè? Dat kan ik me nog herinneren. Kijk, en hier woonden vroeger, voordat de loontje neer woonde er de familie Trommelen. En die immigreerden naar Canada. Toen was ik 4 jaar. Oh, ja. Dus die woonden dus hier zo. En dit was dan de opslag van de groente. En hier woonde de familie Snelders, dat was de kapper Snelders. Hier zo. Nou, dat was de tuin. En dan kreeg hij het Meesterstraatje. Hier gaat er nog een stukje tussenin. Zeg het Meesterstraatje. Het Meesterstraatje was dit, ja. Wij noemen het altijd het Meesterstraatje. Kijk, dit is de loods, hier zo. Naast Loning en tussen Snelders in, de kapper, zat nog een trein. Later heeft hij Joris gehuurd om opslag voor goederen. En daarvoor was het een sigarenfabriek. Maar dat weet ik dus niet meer, hoor. Ik heb daar alleen maar van horen zeggen. Want dan was ik 3, 4 jaar toen er aan mee stopte. Die hadden een sigarenwinkeltje op de markt. Ja. Oh. En daar was de, die was er eigenaar van. Dat was Dag Baten of zo, hè? Baten was dat. Ja, Baten ook. Ja. En daar zat hier dan ook precies tussenin. Kijk, en hier zat de bakkerij Snelders. Hier zo. En daar ging er dus hierin. En daar tussenin hadden we de ingang van het Vaticaan, hè? Dus tussen Nico Dado. En snel was het muurtje hier zo, en dat ging allemaal net mee met mijn vader met de kar. En dan kwam hij met paard de kar aan. En daar zat ik 3 meter hoge tast en dat ging er allemaal maar zo doorheen. Dat is een idee, dus, ja, dus Nico, als Nico in de kamer stond hier zo over de ranken, dan woog je wel weg natuurlijk. Ik kon weer de kar door de ramen. Nou, en dan gingen we dat hier, ging de poort in en dan gingen we dat hier lossen. Hè, met de kinderen erop geklaut en dat weet ik wel. Hè. Nou, dit was de bakkerij, was Snelders. Kijk, en dan liep het door de bakkerij, dan ging er zo achter het huis door. En daar stond neer de bakfietsje gestationeerd en die hier zo. En ze deden met de bakfietsje met brood rondbrengen. Kijk, en dan gingen ze hier de bakkerij in en dan gingen wij ook hierin. Tenminste, ik ben dat maar enkele keer gedaan. Dus Deo deed dat iedere zondag, want die was in de schietclub. Oh ja, die was bij Koop Adler. Oh. Ja, die had hier een schietclub. En dat was, Hans Snijders, de zoon van de bakker, die was daar de voorzitter van en die regelde dat. En dat was ons Deo kon goed schieten, hè. Die verschillende keren koningsschutter geweest. Zo. En dit is de muur van Villa Verschuren. Hier zo. En dan, wij waren dus hier altijd aan het spullen. En dan klommen wij over die muur heen. En dan gingen we in die tuin, die was natuurlijk tot aan de keiweg. Ja. En toen woonde er nog die weduwe Verschuren in. Ja. En die zat ons achterna altijd natuurlijk. Hè. Maar dat was niet zo grappig. Dus, dat vonden we leuk. Ja, dat was wel leuk. En dan gingen we dus tussen eruit ging. Toen gingen we natuurlijk in Villa Verschuren, dat was van ons. Ja, wij beschouwden dat gelijk al af van ons als het niet leeg was. Ja. En dan klapten we in. Dat was van Michiels. Toen hadden we een klein winkeltje naast Villa Verschuren. Die zaten hier. Ik ben hier een klein stukje tussen vergeten te zetten. Het was een hele lange tuin. En toen woonde de familie Michielsen. En die hadden een kledingzaakje op de keiweg naast de Villa Verschuren. Ja. En daarnaast treden dus nog een stukje van de familie van, ja, schoonzoon heette dan van Goh. En die hadden hier keten achterin, twee keten in thuis staan. Die waren timmerman. Maar daar liepen wij altijd mee een boog omheen, want daar waren ze bang in de dood van. Hoor. Die als je die buikkuif had, die pakt nog niet, die gooit nog zo 3 meter weg. Hè? Kijk. Ja, die keken niet zo nauw. Hoor. Maar we hebben het allemaal goed opgeslagen, hè? Ja, wij hebben daar, ik heb daar altijd tot mijn 11 jaar gewoond. En wij hadden daar een groepje met ik en ons deel, Kees en Nico weliswaar, maar Nico aan van Aarts, die was wel bang aangelegd, dus die was er altijd niet bij. Dus kijk, en wij waren dan de drie musketiers, kon ik maar zeggen, die daar rent. Mijn vader die deed veel, dus die had daar, kijk, die zette dat af, wij waren kinderen. Ja. Wij dachten, het is allemaal van ons vader, hè. Toen wisten we nog niet dat het verrijdjes was, dus wij gingen het beschermen. Ja. Dus daar zit hier, maar er komt geen man meer door hier, hoor. Dat mag niet van het spa. Nee, dat verzond. We hebben toch best een hele leuke tijd gehad, hoor. Want mijn vader bracht zich van alles mee en die loste dat hier. En ik had er kwaad genoeg natuurlijk, want we konden hier maar... dit waren overigens de schuurtjes wat de toiletten waren, de wc's, een oude play. Drooglijnen. Kijk, hier de bus, daar... ik zeg het net wat ik al zei, daar woonde de familie Willem. Dat was een dochter van Wout Smits, die hier woonde. Die heeft eerst hier gewoond. Maar goed, die is later weer verhuisd. Nou, hier woonde de familie Snelders, kapper Snelders. Die hadden een hele mooie grote tuin hierachter. Met kippen en tuinen. En hier
woont de familie Baten in dit achterste stukje. Hier zo. Dit stukje is overigens nog geweest van een werkplaatsje geweest van de familie Conquiel. Die is daar in Tassen begonnen. Laatst overgenomen door Gaarmakers in de Bouwlingstraat. Die woont hier. Dit is het sigarenfabriekje van Baten, die een winkeltje op de markt hadden. Later het opslag van Gorissen. Dat was hier. Joris. Joris, ja. Ik zeg Gorissen, dat was Joris. En daar konden dus hier van de Klapijstraat in. Zo. Dit is het EK-huis. Met de kleuterschool vroeger. Met de tuin erachter. En hier achterin, hier zo, als je door het Meesterstraatje liep, daar kwam er zo hier zo. Daar woonde de familie Valk van Poppo en Meeuwis. Die woonden hier in deze huisjes. En die hadden ook allemaal nog tuintjes. En de familie Prinsen, die woonden hier ook. Die woonden hier in het eerste uur, dacht ik. Nou, en hier tegenover stond de levensschool. Niet onder mijn kennis te zien, maar die was er wel. Zien we nu de levensschool? De levensschool, ja. Daar kon je naartoe als je dus met 14 jaar niet meer op school zat, dan moest je wel werken. Ja, een beetje leerplicht wel daar, hè? Ja, we konden nog een dag nodig. Het was niet verplicht, je kon er zelf voor kiezen. Dus als ik, er waren jongens die het niet wouden. Maar ik vond het leuk. Dus, dan heb ik het ongeveer wel uitgelegd wat hierop staat. Hè. Hier, dit is de bakkerij trouwens van, of de winkel van Snellers, de bakkerswinkel in de Klapijstraat. Hier achter de bakkerij. Met de schietclub van Poepater. Ja. Dus, en dan dit is de muur van Villa Verschuren. Anders, hier zo. Die kende dus ons allemaal, want mijn vader die had er ook al tussen zitten wat ze rommel hadden. Dus wat je kan ophalen. Maar daar krijg ik nog iets over het sociale leven van ons hier in de Vaticaan. Wij waren dus eigenlijk, wij hoorden bij de Klapijstraat. En kijk, dan moesten we dus ook naar de Sint-Jansschool, waar nu de bus er is. En daar zaten alle middenstanders van de Klapijstraat, van de markt. En wij hoorden dus bij die school. Dus als je bij juffrouw Geningen kwam in de eerste klas, dan, als je erachter was, achterkwam dat je dus op Vaticaan woonde, dan werden dus gelijk achter in de klas geplaatst. Want ja, dan waren er van iets minder afkomst en dan hoorden we toch meer achterin als voorin. Dus dat hebben wij dus ook allemaal als kinderen zo ervaren. Dus dat je dus eigenlijk bleef zitten of met voorwaardelijk overging. Ik ben dan net voorwaardelijk overging omdat ze me liever kwijt was als rijk, denk ik, in de eerste. Ja. Dus kijk, en dat was toen nog zo. Ja, een paar jaar later was het helemaal niet meer zo, maar toen was het nog wel. Mooie vuilnisman, hij pakt altijd van alles, behalve vuilnis aan. Ziet u soms naast uw emmer iets rimpelig en klein, doe gooi het er alsjeblieft niet in, want het kan me vallen.